Mel, kijk eens wat trouwens die je hebt. Kiele, kiele, kiel. Kiele, kiele, kiel. Niet spelen. Niet spelen. Oeh. Ja, ga maar spelen. Goedemiddag lieve vrienden, ja het is vandaag alweer zaterdag 5 oktober, ja en we leven om 12 uur 59, dus bijna 1 uur. Ik moet dus vanmiddag, wat ik gisteren al had gezegd, op verjaardagsvisite. Ik ben weer netjes gekleed, mijn nieuwe jurk weer aan. Ik heb er nou enkel een trui eronder, omdat het natuurlijk weer een paar graden kouder is. En ik zit stil op mijn scootmobiel, dus ja, dan moet je toch wel wat warmers aan hebben. En kan er nog, nee, je blijft daar nog zitten, want je zusje zit nog te eten. Ja, die zit nog te lekker te eten. Ik heb al een envelop klaar, geschreven en wel. En er moet even nog inhoud in. Oké, er zit al een kaart in, maar ik doe wat in die kaart. Dus dat komt allemaal wel goed. Ja hoor, komt helemaal goed. En dat neem ik gewoon mee. Ik ga gewoon pinnen en doe het in de winkel erin. En de rest gaat in mijn portemonnee en ik rijd door. Ja toch? Ja. Dus dat komt allemaal goed. Ewen die is nou ook klaar met het eten. Dus kan dan Gensel ook binnenkomen. Maar ik moet het eerst oprapen, want ze heeft het overgehouden. Maar ja, ik kan jullie niet meenemen, want die mensen die houden totaal niet van de media. Nee. Ze heeft ooit mij uit haar vriendenlijst weggehaald van Facebook. Met de woorden ervan van ik ga stoppen met Facebook. Maar het zijn woorden. Dan moet je ook de daad bij het woord voeren. En dat heeft ze niet gedaan. Dat neem ik er ook zeer kwalijk. Ik ga voor die man heen. Want die man die kan er niks aan doen dat zijn vrouw zo is. Die vrouw die is jonger dan dat ik ben. Maar haar postuur laat het niet toe om ook wat fitter te zijn dan dat ik ben. Ze heeft een hele hangkwallen hier eronder. Kan ze niks aan doen. Zij mankeert dus ook het nodige. Maar daarvoor hoeft ze niet haar man te kleineren. En dat doet ze wel. Dat vind ik vreselijk. Alsof het een klein kind is. Nou, dat doe je niet. Als je uit liefde met je man bent getrouwd, ga je hem niet kleineren als een klein kind. Doe je gewoon weg niet. Nou, doet zij wel, dat vind ik vreselijk. Dus als het ooit weer doet in mijn huis, want ze heeft het vorig jaar in mijn huis gedaan, toen was ik te verbluft en er zat Astrid bij en we keken elkaar aan van, oh, wat is dit? Maar als ze dat weer verlikt, dan zeg ik, ho, zo ga je niet met mensen om. Als je je eigen huis doet, moet jij weten. Maar niet in mijn huis. .nl. Ja, kom op, zeg. Maar oké, ik probeer het toch gezellig te houden. Ze vindt dit ook niks. Nee. Ze vindt allemaal niks. Ook dat vindt ze niks. Nou, lekker belangrijk. Ze bekijkt het maar. Ja, dat zij in het jaar 0 is stil blijven staan. Ook qua kleding. Ja. Meer voor dames ergens in de 80, 90. Dat soort kleding trekt ze aan. Nou, dat is ze nog niet. Ze is jonger dan dat ik ben, dus kom op zeg. Maar ja, oké, lieve vrienden. Geniet van jullie dag. Het is bewolkt, sluierbewolking, zonneschijn. Het is droog, het blijft droog, is er beloofd. Dus ja. Geniet ervan, trek erop uit, ga de natuur in of wat dan ook. Ja, doe je leuke dingen. Dus ik zeg, geniet van alles en tot later op de dag als ik weer terug ben. Doei!
Ja, lieve vrienden, ik ben al, ik weet niet hoe lang thuis. Ja, echt wel. Maar niet eerder aan toegekomen om weer even de camera te pakken. Want Karin die had mij geappt onderweg. Dat was een filmpje van nu, vandaag, 14 dagen terug. Van het uit eten, 21 september. Die heb ik even helemaal afgekeken, tussendoor even gepauzeerd, want Frodo die moest ik behandelen aan zijn beide oortjes, heb ik gedaan. Hij is zo braaf geweest dat hij zit dan wat lekkers te kauwen en te doen. Dus heb de kap nou even niet om, maar die moet ik wel even opletten. En ik heb problemen met mijn deurbel van de schutting. Ja, dat, als dat zo blijft, dan moet ik of mee naar de winkel toe of een nieuwe batterij bestellen. Dan is de batterij op. Maar ja, het lijkt me stug. Maar in ieder geval, hij doet het momenteel niet. Dus ja, dan moeten ze maar roepen of weet ik voor wat. Maar hij doet het gewoon niet nu. Nee, ik kan er niks aan doen. Deur bel defect. Ja, ik kan er niks aan doen. Dan geef ze maar een brul of weet ik veel wat. Ik ga ook geen briefje ophangen. Niks. Niks. Bekijk het maar. Ja, dan ben ik lekker niet thuis. Ja toch? Ook wat. Ja, en ik heb alweer een envelop gekregen van die nieuwe geval. Dat nieuwe bedrijf wat de gemeente in heeft gehuurd. Om de scootmobielen, et cetera, te verzorgen als daar wat er markeert. Ik weet wat erin zit, want Jannie, mijn vriendin, waar ik vandaag was, omdat haar man gisteren jarig was, tenminste vriendin, is een te groot woord. Wat hebben we? Oh, ik moet even bukken. Mijn verzekeringsplaatje. Ja. Geen plaatje, maar een sticker. Ja, moet er ook op. Dus dat komt bij de grote hoop. Ik heb nog meer stickers die erop moeten. Hé! Hey. Dat is... dat ik die scoop... Dat moet bij me dragen. Ja. Dat moet in mijn mapje. Van mijn... waar normaal een rijbewijs in behoort. Mijn verzekeringspapieren. Ja. Dus dat komt ook allemaal wel goed. Morgen. Ik kan het allemaal regelen. Dan hoop ik ook dat morgen mooi weer is. Dat ik mijn scootmobiel even binnen kan halen. En dan kan ik daar de telefoonsticker op plakken. En deze erop plakken. Nou ja, ga zo maar door. En sorry dat ik niet eerder kon filmen. Het is al met al nu 17:54 en ik ben thuis gekomen en ik heb nog niet eens een bakje koffie gehad. Nee. Ik heb wel wat gekocht, moet ik even opzoeken, er ligt hier vlakbij, ik zie hem al weg. Voor de koezebeetjes. Een balletje met een belletje erin. Aan weerskant gekleurde veertjes, nou, dat legt er natuurlijk zo eraf. En om dat stokje touw heen voor hun nageltjes. Ja, het is helemaal geweldig. Omdat ik mijn haar dus zelf bijhoud met het paars. Nou, dan worden je handen paars. Daar wil je niet mee lopen. Heb ik. Ik had daar siliconenhanden. Maar die siliconen handschoentjes van de supermarkt, die trek ik zomaar kapot. Ik heb nou blauw. Giro blauw, pas bij jou, maar niet heus. Zo. En hier mag geen poeder in zitten volgens de geleerden. Dat staat tenminste op. Dus. En deze moet sterker wezen.
nu zitten er 100 in. Nou, kijk eens. Blauwe handschoentjes. Lijkt wel zo'n dokter, hè? Zo'n vurig. Ja. Nou, helemaal top. Die gaan dus naar boven toe. Want ik doe boven mijn haar. Niet hier beneden. Nee. Daar hou ik niet van. Dat doe je boven in de badkamer. Dus ja, dat is helemaal geweldig, top. Die kan eraf. Nou ja, dat gaat gewoon in het kastje. Zo. Ja, helemaal top. En ik heb even een zak met 100 vaccinelichtjes gekocht. Ja. Ook bij de Action. Ik maak reclame, maar ik word er niet voor betaald hoor. Nee, echt niet. Nee, was het maar waar. Dan had ik er beter voor gezeten. Toch? En dan moet ik nog, want daar had ik geen tijd meer voor. Ik moet nog van die platte batterijen halen. Ja, ik weet niet of jullie dat zo zien. Ja. Nou, van die platte moet ik halen, want daar rekt niks meer van. Voor dat nieuwe lampje, daar het werkt de batterijen. Met een plantje erin. Leuk, helemaal leuk. Ik ga even bij Frodo zo'n kap op doen. Gaan jullie mee? We gaan even jou de kap op doen, hè meneertje? Ja. Voordat je weer openlegt. Hè? Met je rode oogjes van de pijn, hè? Ja, vrouwtje gemeen, hè? Oh, kijk nou, zo lastig zijn oortjes, hè. Ja. Ja. Oh, goedje. Toch is die lief, hè. Ja. En daar zei er ook eentje, mevrouw. Mevrouw. Kijk eens wat kruisje hier, hè. Kiele, kiele, kiel. Kiele, kiele, kiel. Niet spelen. Niet spelen. Oeh. Ja, ga maar spelen. Denk ze, wat moet ik er dan mee? Oh, niet leuk, hè, meisje? Nee. Maar oké, lieve vrienden, ja, ik weet ook momenteel eventjes niks meer, nee. Ik ben moe, ik heb pijn, ik heb op een rotstoel gezeten daar. Ja, iedereen vindt zijn eigen stoelen mooi. En iedereen die zit er wel lekker op. Tenminste, de een wel, de ander niet. En ik, ja, het is mijn smaak ook niet. En, hij was laag. Dan zeggen ze zo'n hoge eetstoel. Nee, ja, ik vind het laag. Ook die eettafel bij hun is laag. Nou ja, daar kan je niks aan doen. Je bent daar te gast en dan heb je je maar te gedragen. En dat kan ik wel. Maar ja, de gastvrouw zelf die kan haar niet gedragen als zij weer erg te gast is. Ja, dat kan ze niet. Heeft ze nog nooit geleerd, denk ik. Maar oké, er kwamen er nog een paar aan die ik liever niet had gezien dan wel, maar doet er niet toe. Nee. En die ene was ook nog in blijde verwachting. Ze had altijd rondgebazuind dat ze niet zwanger kon raken. En ze schijnt nou zwanger te zijn. Oké. Moet je ook niet rondbazuinen dat je het niet kan. Ja. Maar oké, wie ben ik? Ik ben ook maar een mens. Maar als ik het had geweest, had ik het niet rond gaan bazuinen van ik kan niet zwanger raken. Nee, maar oké. Zo zeggen, lieve vrienden, ik ga een bakje koffie maken en ik zet de televisie weer harder, want die staat zacht. En dan zeg ik jullie in ieder geval alvast een hele fijne, liefdevolle avond toe. Geniet ervan. Ik ga zo meteen de diertjes ook eten geven. Oh, en ik zelf natuurlijk, Marie is de diertjes, die gaan voor.
Wat hangt dat daar nou raar? Oh, dat is een bloem. Die is gevallen. Oh jee, er valt nog meer. Oh, die valt in de pot, gelukkig. Ja, dat blauwe, hè? Kijk, wat mooi. Dat blauw. Van die plant die ik gekregen heb. Maar ja, in ieder geval, lieve vrienden. Ik zal ook vandaag nog die lamp even veranderen. Dat er nieuwe batterijen in komen. Moet ik ook nog doen. En het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. Ja, goedenacht, lieve vrienden. Oftewel, goedemorgen. Het is maar net hoe je het bekijken wil. Ja, het is namelijk al zondagochtend. Dus ja, ik moet eigenlijk goedemorgen zeggen. Het is 3:10. Ik moet nog naar bed toe. Ik heb mijn goede kleren nog aan. Morgen heb ik een andere jurk aan, oftewel vandaag. Ja, ga ik in ieder geval mijn heksjurk op tonen. Ja, die doe ik morgen. En ik kan hem ook gewoon buiten Halloween omgebeuren, kan ik hem ook aan hebben. Het is niet specifiek een Halloween jurk, het is meer ook een kattenjurk. En ja, ik ben toch al gek, et cetera, met mijn paarse haar. En je moet voor je leven een feestje maken, want je leeft maar één keer. Ik heb mijn liefhebbende man gezien. Ja, die is er niet meer, zoals jullie wel weten. En ja, je moet gewoon vooruit gaan. En je moet er een feestje van maken. Je moet genieten van je leven. Zonder haat en nijd. Want dan krijg je toch alleen maar spijt als je dat gaat doen. Ja, toch? Dus ja, ik ben altijd lief tegen iedereen. En Jan en alle man. En tegen mijn diertjes. Hé, Frodootje? Ja, hé. Die is lief. Dus ja, we gaan nu naar bed toe. Ik pak mijn bezemsteel en vlieg op naar Dromenland. En daar land ik zachtjes op mijn bedje. En ik hoop dat ik zoete dromen mag hebben. Dus ja, lieve vrienden, geniet van alles. En ook wel rusten als jullie net zo laat zijn als ik. En ik zeg tot aan de andere kant van de nacht. Want het is nacht, ja, ochtend. Het is maar net hoe je kijkt. In ieder geval tot over een aantal x-uurtjes. Dus ik zou zeggen, tot dan. Doei, doei!